Waarom moeten we met andere ogen naar ons onderwijsmateriaal kijken? Wat is het belang van historische kennis van eerdere pandemieën? Hoe spreek je iemand aan die een ongepaste opmerking maakt? En wat is het effect van radiotherapie op de taalontwikkeling van kinderen? Dit is Letteren Live 2020. Goedemiddag, ik ben Arjen Hoekstra, alumnus journalistiek en ik vind het fijn om hier weer te zitten. Helaas in een lege zaal, zonder jullie. Iedereen zit nog steeds thuis, werkt nog steeds vanuit huis, maar er zijn veel mooie dingen gebeurd, er zijn veel toffe verhalen te vertellen. En dat gaan we vanmiddag doen. We hebben 4 hele leuke gasten en die komen vertellen over hun werk. Maar eerst het bestuur. Ja, Tony Visser zou hier zijn, maar is er niet, want ook het bestuur werkt thuis en... Ja, Tony heeft wel een mooie nieuwjaarstoespraak voor jullie ingesproken en daar gaan we eerst naar kijken. Beste collega's, allereerst de allerbeste wensen voor 2022. Een jaar dat hopelijk iets coronavrijer gaat zijn dan 2021 is geweest. Ik wil jullie om te beginnen vooral heel erg bedanken voor alle inzet maar en ook alle resultaten die er zijn geboekt op het terrein van onderwijs en onderzoek in onze faculteit. In alle onderzoeksinstituten en clusters zijn projecten binnengehaald, zijn boeken gepubliceerd, zijn andere artikelen gepubliceerd, andere dingen gedaan. Heel mooi. Ik wil ook uitdrukkelijk de niet-wetenschappelijke staf bedanken voor de ondersteuning bij al deze primaire processen. Echt heel erg mooi. Daar ben ik dankbaar voor en heel blij mee. En heel graag wil ik ook het Talencentrum betrekken in mijn dank over het afgelopen jaar. Voor 2022 gaan die primaire processen natuurlijk gewoon door. En gewoon tussen aanhalingstekens, omdat we toch beginnen in nog weer een coronaperiode. We staan voor een jaar waarin de onderzoeksinstituten gevisiteerd gaan worden. En ik ben ervan overtuigd dat we dat ook tot een mooi en goed einde gaan brengen, dat proces. We kijken ook uit naar de implementatie van ons strategisch plan, waar active learning heel prominent op de agenda staat, met daaraan gekoppeld uitdrukkelijk de werkdrukreducering voor de medewerkers. En die medewerkers, dat zijn jullie zelf. Dus het is vooral ook aan jullie om daar hele mooie voorstellen, plannen voor te maken, om dit tot stand te brengen. En ook hier weer natuurlijk met de ondersteuning van de niet-wetenschappelijke staf. Voor 2022 is mijn grootste wens gerelateerd aan de corona-impact. Ik merk dat we in de afgelopen periode, bijna 2 jaar, voornamelijk reactief zijn geweest. En ik zou het fijn vinden als we de lopende discussies in de faculteit, rondom de implementatie van het strategisch plan, rondom de aanloop naar de herhuisvesting en ook rondom de visitatie, zouden kunnen aangrijpen om wat meer eigen regie terug te pakken. Iets weg te komen van die reactiviteit en onze eigen flexibiliteit in te bouwen in de bestaande systemen. Natuurlijk wel binnen de kaders die ons gesteld zijn, daar kunnen we niet omheen. En ik denk dat dat kan, dat we flexibiliteit kunnen inbouwen in ons systeem. Een heel klein voorbeeld van hoe we dat al gedaan hebben, heel klein, maar het is een begin, is dat we de gelden die onderzoeksinstituten hadden om mensen op congres te laten gaan, dus reisgelden, ook kunnen aanwenden voor andere onderzoeksgerelateerde doeleinden. En dan kan je dus zien, als er niet gereisd kan worden, geef je ze uit voor iets anders. Als mensen later wel weer naar een congres willen, dan is het geld daarvoor. Nou, zo zou ik willen nadenken over veel meer thema's in onze faculteit, waar we flexibiliteit inbouwen in de systemen. Zo stel ik me voor dat je dat ook op andere domeinen kunt doen. En ik hoop dat we met die gesprekken ook steeds intensiever weer het gevoel met elkaar kunnen creëren, zelfs tijdens corona, dat we een echte facultaire community zijn. Dat wens ik ons. Het is tijd voor de eerste gast. Ze is al aangeschoven, Rachel van der Merwe, onder andere verbonden aan Media Studies. En zij geeft een workshop, die heet Decolonizing the Classroom. Rachel, welcome. Thank you. Good Decolonizing to be here. The Classroom, yeah. That sounds quite heavy stuff. I mean, it can be. I think most people are more used to the phrase diversify the classroom or diversify the university, but we chose to go with the phrase decolonize the classroom because we really wanted to address our focus on thinking about the underlying structures and assumptions that are built into the modern university. And it's important to understand that the modern university developed in the Enlightenment era wasn't just
funded by colonialism and slavery, but also it was developed along the same sort of logics and principles that structured our university. So when we say decolonize the university in the classroom, we're really wanting to get to the heart of those mm-hmm. questions and understand them. And obviously some work is needed. Why do we need to do this? Why is it so important? Yeah, well, let me give you one example that will hopefully make it a bit more tangible. So most people are familiar with the Linnaean taxonomy system, which is what we use to name and classify the biological world. Mm-hmm. And that was developed in the 18th century in the Enlightenment era. And that's one way that we can understand the biological world and name it, but there are lots of other ways of doing science and other ways of exploring the world, and actually those other ways have existed, but a lot of times historically those other forms of knowledge and science have been erased. So what we are trying to do in decolonizing the classroom is draw attention to other knowledge systems and other forms of knowledge that we can bring into the classroom and address and give credit to. And how do we notice that there is something, well, I wouldn't say going wrong, but that there is something not totally going right in our daily lives at the university, normal times? Yeah, absolutely. So I think, for instance, the way that I was trained to teach, it was largely, you know, you come up with a syllabus or a course guide that is mostly written materials. Mm-hmm. It's a lot of knowledge that is measurable and replicable. It's a lot of times historically white men that we assign in our classrooms as well. And I really had to rethink about, okay, who are the voices that I'm including in my classroom, in my syllabi? What kinds of knowledge? So we don't tend to include embodied knowledge, experiential knowledge. We don't address also experts who are outside of the university systems. For instance, indigenous elders have been really important, for instance, in helping us address questions of climate change and sustainability. But those are voices that, because they are not peer-reviewed, have not been addressed and used in the university system. And it's also really important to not just take these other voices and put them as case studies in our classroom, but actually to use them as theory, as voices that can mm-hmm. provide really deep understandings of the world that we live in. And are we open-minded as a faculty, or is there a lot of work that needs to be done? Oh, I mean, this is not just our faculty. This is a universal project that mm-hmm. Universities all over the globe are working on. It is a huge issue. And a lot of it is because we don't have a lot of time to rethink our classrooms because we're exhausted, especially during COVID times. And it takes a lot of work to look back at who you were taught to teach to your students and say, well, maybe there are other voices and other people that we could be talking to. And today's students, are they different? Are they more aware about things like privilege? Yeah, of course. I think our students today, you know, with the internet at their hands and social media, are very aware of a lot of these conversations taking place. But if their only exposure to these important conversations, such as Black Lives Matter or hashtag MeToo, is just through social media, I think social media can sometimes make these conversations less complex. There's a less historical background that they maybe get. And we can use our classrooms as professors to provide these more robust conversations and really prepare our students to go out into the world and be thoughtful in the ways in which they bring about social transformation. All right. So, and you gave workshops on this subject? Yes. How do these workshops look like? Yeah, so this is with the YARN DEI community, the Diversity, Equity, and Initiative and Inclusion Initiative. And what we are doing is a series of workshops called Decolonize a Classroom. So we just did one with Magriet van de Waal on self-reflexivity in the classroom. We're doing another one in February. And then we're creating a network and a community. So we do informal coffee social hours as well, mm-hmm. where people can just come together and talk about what's happening in their classroom and struggles that they're having and questions. Yeah, so people can still attend? Yes, they absolutely can attend. If you email me, reach out to me, or you can DM me on Twitter. I'll add you to our mailing list. And I also recommend following us on YARN underscore Rug. We can put that on perfect. Screen, cool. I guess. On Twitter, well. Yeah. So they can follow you on Twitter? Yes, perfect. And then also the YARN, I would recommend following the YARN Twitter account too for updates on our events. And so do you have tips for lecturers on the very practical daily level? How can they make their classrooms more diverse, more decolonized? Yeah, well, I would say that especially if you're teaching at the Dutch Academy, this is your place to start, is read Gloria Vecko's White Innocence. But if you would like more recommendations on reading materials, but also on a music, some music playlists you can listen to inspire you, please reach out to us. We have a handout that we actually spread, we distribute that has some recommendations of where to start. So, and you're South African? Yes. Does that play a role in the way you think about this subject? Yeah, absolutely. So, I was born and raised in South Africa. And just
growing up in South Africa means that you are exposed in the history of at the school system to learning about the colonial history. And my own ancestors, both on my mom's and dad's sides, were colonial, on the both Dutch colonial and British colonial. So I learned a lot from that experience. And then also moving to the United States when I was a teenager gave me the experience to also see how settler colonialism functioned in a different location as well. And so having a little bit of distance as well from South Africa gave me the space to sort of reflect on what it meant for me to be South African, what does it mean to be a white South African in this current era, and to, just reflect upon what my responsibility is to my people and what we can do moving forward. And do you think that in the Netherlands, because this is also a big issue right now, that can we do it better? Can we do it more? Reflect on yeah, our absolutely. I think there's a lot of work that has been done, and there's a lot more work to be done. And I'm still really new to this country, so this is part of my journey. A journey is learning more about the Dutch context, which is where Wecker's book is really helpful. But yeah, there's a lot to be done. There's a lot of reflection to be done on the Dutch responsibility in their own colonial history. Yeah. Final question. When will your work be done? Yeah, that's. I think it's one of those tricky questions, but coloniality and addressing the decolonization of the classroom and the decolonization of society is an ongoing process. And it's one that's important to recognize that colonialism is not something that just happened in the past, but it is still something that is bringing about violence in people's lives on a daily basis. And I think for a lot of us, especially in privileged positions, we don't actually have to think about these things because our lives are relatively comfortable. But for a large majority of the world's population, these are things that they have to still grapple with on a daily basis and struggling just to have equitable lives. So it's something that I think we will continue to do as we continue to reflect on our daily lives and how we live them. Great. Thank you. And good luck with it. All the best. Thank you. And hopefully some of you will join us. Yeah. Dan is het ook al tijd voor de volgende gast. Professor Rina Knoef, zij is medisch historicus en ze bekleedt de Aletta Jacobs leerstoel voor Health and Humanities. En zij lobbyde afgelopen jaar heel succesvol voor de waardering van historische kennis in een pandemie als de coronapandemie. En voor ik met haar ga praten, gaan we eerst even kijken naar een korte animatie. Ja, Rina, wat zien wij hier? Zijn dit de nieuwste coronacijfers? Of? Nou, het lijkt er wel op. Het lijkt wel Omicron. Alleen, we zijn nog niet op de weg naar beneden. Nee. Het is niet Omicron. Het is eigenlijk een 19e-eeuwse grafiek. En het geeft de cholera-doden weer in het jaar 1849. Oké, we kunnen daar nog even, gaan we even naar deel 2 kijken, dan wordt het duidelijk. Ah ja, dit ziet er heel herkenbaar uit. Wat zien we hier precies en vooral wat kunnen wij hier nou van leren? Nou, wat we hier zien in blauw zijn de cholera-doden in dat jaar, hè, 1849, afgezet tegen de doden of de mensen die zijn gestorven aan diarree. Dat is de gele grafiek. En het geheel is afgezet tegen de weersomstandigheden. Want mensen dachten dat cholera misschien iets te maken had met het weer. Dus de wind is gemeten, de regen, windsnelheid. En het interessante is, ja, het beeld is nu weggevallen, is dat er op een aantal plekken de meting is opgehouden, gestopt, omdat de windmeter kapot was. Dat is natuurlijk een heel grappig feitje, maar het laat wel zien dat er in grafieken altijd stiltes zijn. Ja. Ik noem ze bij studenten wel significant silences. En die significant silences hebben we natuurlijk ook in de grafieken van nu. En de grootste significant silence zijn die maatschappelijke context en die sociale gevolgen. Waar heel weinig aandacht voor is. Wel meer nu, hè, maar zeker aan het begin van de pandemie werd heel erg alleen gestuurd op dit soort cijfers. Maar het is dus wel, het is heel herkenbaar. Je ziet die piek en je hebt ook, want het weer, dat wordt nu ook over gesproken, hè, dat als het warm is, zou het virus minder. Nou ja, dat blijkt ook wel. Ja. En jij zegt van ja, maar we moeten meer kijken naar die historische kennis, want eigenlijk doen we daar niet zo heel veel mee. Nee, dat klopt en dat is jammer. Want we zien natuurlijk wel, we hebben duizenden jaren ervaring eigenlijk met epidemieën en pandemieën. Er is ook duizenden jaren kennis opgebouwd. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar al die andere ziektes, de pest, de cholera en de pokken, dat waren andere ziektes. Dat klopt, hè. Het gaat om een ander virus, een andere pathogeen. Maar de sociale reacties laten patronen zien die heel herkenbaar zijn en ook steeds terugkomen. En als we die patronen kennen, kunnen we ook misschien een klein beetje kijken in de toekomst en zien wat er misschien nog op onze weg ligt. Ja.
Daarom zeggen wij een blik in het verleden, vooral een lange blik in het verleden, is ook belangrijk voor een blik in de toekomst. Heb jij nu het afgelopen jaar ook op je stoel gezeten en gedacht, oh jongens, maar dit wisten we al, dit wisten we al? Ja, voortdurend. Ik heb voortdurend op mijn handen gezeten. Ik dacht ook steeds, ik zit in mijn eigen onderzoek of ik woon in mijn eigen onderzoek op het moment. Ik heb er wel wat mee gedaan, dus het is vrij snel opgepikt, ook door de media, maar ook wel door beleidsmakers. Dus ja. Ik ben ook uitgenodigd bijvoorbeeld door de veiligheidsregio's om mee te denken over scenario's. Hè, waarbij de veiligheidsregio's heel erg nadrukkelijk vroegen, wat kunnen wij nog verwachten? Wat ligt er nog op ons pad als je met die historische blik kijkt? Ja. Zo heb ik vrij snel ook al kunnen waarschuwen voor onrust en voor, voor rellen, terwijl dat eigenlijk helemaal nog niet aan de orde was. En het is, dat vond ik ook wel een beetje beangstigend. Nou, in eerste instantie een beetje lacherig, want ja, dat gebeurt toch niet in Nederland. Maar ja, de beweging was wel die richting op. En bij de veiligheidsregio zei iemand, ja, jouw voorspellingen zijn net als het weer. Het is toch wel vaak, klopt het wel. dat is ook wel een beetje beangstigend eraan. Dat je soms zie je gewoon dingen gebeuren en je kunt het niet stoppen. En je weet dat het in het verleden ook zo gegaan is. En als dan inderdaad in het beleid daar niet op gereageerd wordt, of dat eigenlijk weggezet wordt als, nou, dat zijn leuke historische verhaaltjes. Dat is frustrerend, want daar zit kennis die belangrijk is. Want we zien heel veel medici, we zien natuurlijk virologen, immunologen, noem maar op. En jij zegt ook, betrek ook de letteren erbij, betrek ook historici erbij, of misschien zelfs wel theologen. We hebben bij het begin van de pandemie heb ik al in het Center for Health and Humanities al onmiddellijk een webinarserie gestart onder de titel COVID-19, What Can the Humanities Do? Want de humanities hebben echt wat te bieden, historici, maar ook filosofen. Als het bijvoorbeeld gaat over de zwarte lijst, dan denk ik dat we daar veel beter over na moeten denken. En dat moeten we niet alleen maar overlaten aan medici. Ja, dus op de IC's. Dus dit soort vragen zijn belangrijke maatschappelijke vragen ook, waar we allemaal mee te maken hebben en ook allemaal wat over te zeggen hebben. En ik vind inderdaad dat we veel te weinig mensen uit de humanities in de media zien om juist over dit soort belangrijke vragen na te denken en ook die discussie aan te zwengelen in de media en in het grote publiek. Ja, want jij hebt daar heel erg voor gelobbyd afgelopen jaar. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Waar begin je dan? Het is interessant genoeg begonnen bij die webinarserie. Daar waren journalisten aanwezig. Het is in de Science Guide gekomen en dan gaat zo'n balletje rollen. Dus dit soort media-aandacht komt in golven, net als corona. Ja. Dus dan verschijn je bij het ene en dan krijg je vervolgens telefoontjes voor het andere. En dan vervolgens komt het ook verder bij policymakers, want die weten ook wel wat er speelt. We zaten vrij snel en we waren nog met andere mensen. Katrien Santing was erbij, Beatrice de Graaf en Lotte Jensen. Wij zaten vrij snel bij het landelijk operationeel team corona om een webinar te geven en te adviseren. En dat vond ik zelf heel spannend. Het was een steep learning curve voor mij. Want ik zat normaal gesproken gewoon in mijn studeerkamer aan mijn boek te werken. Ja. En nu ben je opeens... Wat heb je daarvan geleerd en wat denk waarvan jij zoiets hebt van, nou, daar kan ik misschien ook nog wel wat mee? Ik heb geleerd dat historische kennis echt heel waardevol is. Niet alleen voor beleidsmakers, maar ook in... Kijk, als je in de media bent, krijg je ook wel nare reacties van mensen, mm-hmm. Dat weten we. Maar je krijgt ook hele mooie reacties. En een van de mooie reacties die ik gehad heb, is van een mevrouw die schreef... ik ben zo blij dat ik u op televisie heb gezien. Want ik realiseer me dat deze situatie niet uniek is en dat het al is gebeurd en dat er ook een einde aan komt. En dat is de waarde, de kracht en ook wel een beetje de troost van geschiedenis. Ja. En ook het soort verhaal wat we kunnen bieden, denk ik, als humanities. Wat kunnen we nu als universiteit of toch kleinschalige als faculteit, wat kunnen wij doen om de wereld een beetje verder te helpen? Ik denk dat we ons naar buiten moeten bewegen en juist dit soort verhalen naar buiten moeten gaan brengen. En ook veel harder onze stem moeten laten horen, want we hebben echt wat te zeggen en echt wat bij te dragen. Ja, want je zat aan tafel, maar we zijn er nog niet, denk ik. Nee, we zijn er absoluut nog niet. En ik merk ook dat bij elke nieuwe besluit word ik weer gebeld en wordt weer gevraagd, wat kunnen we nu met de humanities? Ja. En we zitten nu in een belangrijke fase, denk ik, van de pandemie. Ook een fase waarin we moeten gaan nadenken over hoe we gaan leven met het virus. Het is tot nu toe een beetje een loze kreet, vind ik.
Maar we moeten er echt over gaan nadenken. En juist dit soort vragen, die liggen ook heel duidelijk op het bordje van de humanities. Want wij weten hoe mensen betekenis geven aan het leven. Wij kunnen daar duiding aan geven. En juist bij dit soort grote vragen denk ik dat we een bijdrage moeten leveren. Ik wil je daar heel veel succes bij wensen. Volgens mij is er nog een hoop werk te doen. Ja, dat denk ik zeker. Veel succes daarbij. Dank je wel. Ja, dan gaan we nu kijken naar de huisdichter, Laura van Meijeren. Zij is ook student communicatie en informatiewetenschappen aan de rug. En zij nam speciaal voor vandaag heeft ze een gedicht geschreven. En daar gaan we even naar kijken. 2022. Dat het jaar dan mag zijn als een oude jas, waarvan de stof zowel vertrouwd als nieuw aan voelt. Dat we dan met onze handen langs de voering mogen strijken, ze vinger voor vinger mogen omarmen. Dat we die jas dan af en toe binnenste buiten durven dragen, zodat we hem met andere ogen kunnen bekijken. En dat we er dan iets in terugvinden waarvan we dachten dat we het kwijt waren geraakt. Dat we onszelf van voorgaand verdriet mogen losscheuren en in de ruimte die ontstaat nieuwe ontmoetingen mogen verwelkomen. Dat de stof dan gewend raakt aan al die nieuwe geuren en zichzelf meer lief heeft dan ooit. En dat we dan vaker hardop mogen zingen, zomaar op straat, en dat we, zodra we op temperatuur zijn gekomen, onze jassen vaker uitlenen aan een ander. En dat we dan durven zeggen, houd hem maar, ik heb het niet meer nodig. Houd hem maar, ik heb hem niet meer nodig. Dan de volgende gast. Ze is al aangeschoven, Marloes Sikkema, HR-expert. En zij geeft de Active Bystander en training, ook over sociale veiligheid. Ik zit het net in mijn introductie al eventjes aan. Wat doe je nu als iemand een ongepaste opmerking maakt? Ja, daar geven we dus in die training 4 keuzemogelijkheden voor. En niks doen zit daar niet bij. Kortom, wegkijken, weglopen, dat is niet oké. Maar we proberen wel handvatten te geven van wat kun je nu doen als je getuige bent van ongewenst gedrag. En dus je staat erbij, je kijkt ernaar en dan. Wat niet makkelijk is, want meestal bevriezen we en doen we niks. Dat is de meest voorkomende reactie. Nou ja, dan dat is niet wat we willen. Dus we proberen daar handvatten voor te geven in die training. En hoe is dit nou zo op jouw pad gekomen? Ja, dat heeft eigenlijk met het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren te maken. Die organiseerde in 2008 een symposium waarbij onder andere Scott Solder uitgenodigd was. En hij is degene die deze training bedacht heeft. Het gedachtegoed is van hem, zeg maar. Mm-hmm. En dat beviel zo goed en het sloeg zo goed aan. En het Landelijk Netwerk heeft ook gevraagd aan de colleges van bestuur om deze training te gaan aanbieden binnen de organisaties, binnen de universiteiten. En wij hebben daar gehoor aan gegeven. We hebben hem in eerste instantie uitgenodigd om hem hier te komen doen. En hebben vervolgens gedacht van ja, daar willen we meer mee doen. En vandaar dat we hem nu... Ja, we gaan het zelf doen eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. En want hoe ziet dat er verder uit? Wat staat mensen te wachten die daar aan meedoen? Anderhalf uur. En we gaan met elkaar kijken van hoe komt het nu dat we inderdaad vaak bevriezen? Wat is daar de psychologische achtergrond van? Daar wat uitleg bij. En vervolgens gaan we kijken van nou, en hoe kunnen we dat nu veranderen? En als we je daar nu bij helpen door je handvatten te geven, dan weten we dat het kans groter is dat je wat doet. Met name omdat de keus beperkt wordt tot 4. Ja. En dan is het makkelijker om te gaan handelen dan wanneer je daar staat en moet kiezen uit een waslijst van 100. Ja. En het gaat over ongewenst gedrag. Ja. Wat is nou, dat is natuurlijk best een moeilijk begrip, hè? Wat is nou ongewenst gedrag? Ja, dat is best heel lastig, hè? Sommige mensen zeggen ook, moeten we niet eerst met elkaar vaststellen wat nu gewenst en wat ongewenst is? Mm-hmm. Ja, dat is heel lastig, want daar kun je een waslijst van aanleggen. Hè? Een lijst van dit is oké en dat is niet oké. En dan zul je altijd meemaken dat er dus iets gebeurt wat op geen van die twee lijsten staat. Nee. Dus wat wij zeggen, eigenlijk altijd op het moment dat iemand zich ongemakkelijk voelt, je ziet dat iemand anders zich ongemakkelijk voelt of je voelt jezelf ongemakkelijk, dan mag je je uitspreken. En ongewenst gedrag kan gaan van het maken van
een plagende, bijna pestende opmerking die net op de grens zit tot en met racisme, discriminatie, tot en met intimidatie, seksuele intimidatie, ja. Nou, noem het maar op. Maar zelfs zou je kunnen denken, en we hebben het nu vooral, we richten ons vooral op de sociale kant, maar je zou ze zelfs die opties kunnen toepassen als je ziet dat iemand elke week 6 pakken printerpapier in zijn tas stopt, bij wijze van. Dat is ook wel erg veel, lijkt mij. Dus, maar goed. En met thuiswerk. Ja, dat is waar, dat is waar. En nu geven jullie die workshop binnen de hele rug eigenlijk. Ja. Dan is het natuurlijk wel een logische vraag. Is dat nu nodig? Nou ja, kijk, het is overal nodig. Niet specifiek binnen de rug, denk ik. Want als je kijkt naar de ontwikkelingen van de laatste jaren, hebben we een MeToo-beweging gekregen. Nou, die MeToo-beweging die is er alleen maar omdat er iemand first ging, om het maar zo te zeggen. En daar is natuurlijk heel veel achterweg gekomen, hè? Heel veel ontstaan. En we weten gewoon dat er best wel situaties zijn die niet altijd bovenkomen. Waar mensen niet echt iets over durven te zeggen of niet durven uit te spreken, niet durven aan te spreken. En dat is ook binnen de rug zo. We kunnen misschien denken dat dat niet zo is, maar het is gewoon wel zo. En daar willen we in ieder geval voor zorgen dat we met elkaar een sociaal veilige werk- en studieomgeving creëren, omdat mensen zich daar gewoon prettiger voelen. Ja, en iedereen kan zich natuurlijk van alles voorstellen bij seksueel overschrijdend gedrag of bij racisme of zo. Maar ik kan me ook voorstellen dat er best wel een groot grijs gebied is. Hè, een opmerking die ik bijvoorbeeld heel geestig vind, maar die jou dan kwetst. Hoe ga je daar nou mee om? Want je zou zeggen, je moet ook zorgen dat we niet te week worden met z'n allen. Nee, nou ja, kijk, we zijn een beetje hier begonnen en we gaan misschien daar naartoe. En het mooiste zou zijn als we uiteindelijk ergens in het midden uitkomen, zal ik maar zeggen. En vooral dat we het gesprek erover voeren. Ja. Dat je, dat je durft te zeggen van, goh, wat jij net zei, vind ik eigenlijk niet prettig. Nee. Als je daar al kunt beginnen en jij zou dan accepteren dat ik dat tegen jou zeg, dan heb je een heel mooi begin. Ja. En hoe reageren mensen daar nou op? Ik weet niet of je dat in kan schatten, maar er zijn vast mensen die denken van, ik heb wel eens iets gezegd wat misschien niet zo heel erg aardig was. Hoe gaat dat tijdens zo'n training? Nou ja, ik weet heel zeker dat ik ongetwijfeld wel eens op het werk iets gezegd heb wat niet helemaal oké was, of een grap gemaakt heb waarvan je kunt zeggen, misschien toch niet. Mm-hmm. Dat hebben we allemaal, we zijn allemaal mensen, denk ik, dus dat is niet zo raar. Maar op het moment dat je dat realiseert of iemand je daarop aanspreekt, sorry kunnen zeggen, is ook al heel mooi. En vooral proberen je ervan bewust te zijn dat je dus iets meer nadenken bij wat je doet en wat je zegt ook. Dus het gaat, we richten ons op degene die erbij staat en toekijkt. Maar tegelijkertijd kan je diezelfde opties inzetten als je slachtoffer bent, noem ik het maar even. Ja. Maar ik hoop ook, en dat merken we ook, dat het dat doet. Dat mensen gaan reflecteren op hun eigen gedrag. Van wat doe ik eigenlijk? Wat zeg ik eigenlijk? Ja. En wat krijg je terug tijdens die workshop? Werkt dat ook echt zo? Denken mensen ook echt, we moeten daar anders mee omgaan? Ja, over het algemeen zijn mensen gewoon, of eigenlijk altijd zijn mensen positief. Nou weet ik niet of iedereen het durft te zeggen als hij niet positief is. Maar over het algemeen zijn de reacties echt van, maar dit vind ik heel fijn. Want ik heb gewoon even, ik ben gesterkt in het mogen doen van iets. En dat vind ik heel fijn om te horen. Dus die reactie krijg ik heel vaak. Dat mensen met iets meer zelfvertrouwen weer teruggaan naar de werkvloer of de studieomgeving. Ja. Ja. En die workshop die loopt nog, hè? Want mensen kunnen nog meedoen, begrijp ik. Ja, er zijn nieuwe sessies op 26 januari, twee stuks. Volgens mij kunnen we dat ook laten zien. Ja, als het goed is wel. Als ik het goed heb. Ja, om 9:00 morgens in het Nederlands uit mijn hoofd en om 11:00 in het Engels. Kan via de Corporate Academy voor aanmelden, omdat soms mensen het niet prettig vinden dat leidinggevenden weten dat ze zich hiervoor aanmelden, of HR-adviseurs, kan het ook door het sturen van een mail, maar dat staat in de omschrijving op de Corporate Academy. En daarnaast is het ook mogelijk, dat zijn open inschrijvingen, cursussen, en er komen er uiteraard meer, maar daarnaast is het ook mogelijk om voor een afdeling, voor een vakgroep, voor een team, zo'n active bystander training te geven. Dus eigenlijk kan iedereen daar aan meedoen binnen de universiteit, faculteit. Ja. En want je hebt natuurlijk al trainingen gegeven. Zijn er ook dingen die jij hebt geleerd tijdens die trainingen? Weet je, elke training, elke groep is anders. Dus ik hoor nu dingen. Mensen komen toch in zo'n training vaak met een situatie die ze hebben meegemaakt. En daar leer ik van dat we inderdaad ons moeten realiseren dat er best wel veelvuldig dingen voorkomen. En dat je daar toch echt met elkaar het over moet hebben en moet leren elkaar daarop aan te spreken. Dus dat heb ik er in ieder geval van geleerd. Dat het heel erg gaat om het gesprek maar op gang brengen en ja, het bewustzijn, het praten erover, het accepteren dat iemand ook iets tegen je zegt.
Hè, dus niet boos worden als iemand jou feedback geeft op iets wat je zegt, maar gewoon vragen om uitleg en het erover hebben. Dat werkt goed. En wat zou je nog willen? Wat kan er nu nog beter? Ten aanzien van? Nou ja, die trainingen of ja, wat jij terugkrijgt of gewoon überhaupt breed op de universiteit. Nou ja, kijk, we richten ons nu met deze training specifiek op de omstanders. Hè. Dat is een relatief veilig perspectief, zal ik maar zeggen. Maar wat ik net ook zei, dat mensen echt ook gaan nadenken over wat doe ik zelf? Wat zeg ik, wat doe ik, welke opmerkingen maak ik, welke foute grappen, ben ik soms misschien wel te dominant of te intimiderend. Mm-hmm. Daar gewoon over nadenken, dat zou een hele mooie winst hiervan zijn. En dat is ook waar we toch wel op inzetten, zodat het gesprek... Kijk, mensen in de training gaat de wereld niet redden, hè? Dus nee. het gesprek erover misschien wel. Dus het zijn kleine stapjes en het zou mooi zijn... Als na zo'n training, zeker als het bijvoorbeeld bij een team of een afdeling is, het nog eens een keer op de agenda komt en van, goh, wat vinden we hier nu eigenlijk? Durven we elkaar aan te spreken? Mogen we elkaar feedback geven op dingen en zeggen van, goh, ik vind het niet fijn wat jij doet? Dat zou het mooist zijn, als op die manier het gesprek gevoerd gaat worden. En tot slot, hoe is het nou voor jou om, want er zijn vast wel mensen die tot een soort inzicht komen, om die mensen te helpen? Hoe voelt dat voor jou? Ja, dat is natuurlijk heel fijn. Elk stapje is er één. Hè. Sommige mensen zeggen van ja, heeft dat nou wel zin? En er wordt toch niks gedaan en het schiet niet op. Maar ja, we weten heel zeker, als we niks doen, verandert er niks. Mm-hmm. Dus dit levert kleine stapjes op. En ik vind het, voor mij is het, geeft het gevoel dat ik toegevoegde waarde heb en mensen een stap verder help. Ja, absoluut. Nou, mooi. Dankjewel. Ja. En nou, voor iedereen die nog zich aan wil melden, dat kan. Iedereen kan de training volgen. Zeker. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dan is het alweer bijna tijd voor de laatste gast. Dat is Vania de Aguiar. Zij is neurolinguist. En zij gaat onderzoek doen naar kinderen met een hersentumor. Wat betekent nou de behandeling daarvan voor hun taalontwikkeling? En ze heeft daarvoor een VIDI-project gehonoreerd gekregen vorig jaar. En ze gaat dit jaar met dat onderzoek aan de slag. Voor ik met haar ga praten, gaan we eerst kijken naar een korte animatie. Hi, Vania. Welcome. Hi. Nice to have you. Can you tell me what do we see here in this short animation? Yeah. Well, we see a bit of the trajectory that children mm-hmm. who have a brain tumor go through. So after they have surgery, they have to go through treatment with radiotherapy, and you show there the two different kinds of radiotherapy, or the two main kinds of mm-hmm. radiotherapy that have been debated in the past years. So photon therapy was the standard approach and has been replaced by proton therapy. And as the animation indicated, the proton therapy is more directed, more circumscribed, mm-hmm. so we can save some brain cells from being damaged. And then we see that children can, you know, they continue their educational setting, etc., but they can experience some hesitation, some difficulties with cognitive processing, with their language development. Mm-hmm. And so what is your research exactly about? Yeah, so I am focusing exactly on language development and specifically on how children continue to learn words and namely verbs throughout their further language development after the surgery. And then this is one big mm-hmm. aim of the research. So and children in what kind of age? So the children starting in the project are going to be from 4 up. And actually from 4 until about 16, okay. So very wide mm-hmm. range. Right, so and that's one big point in the research. And yes. What's the other yes, part of so it? Yes, in addition to that, because of the proton therapy, we want to try to understand what radiation can do to the brain. Mm-hmm. So we're going to look at neuroimaging scans to see if
certain areas of the brain may be damaged by radiation and what the impact of that damage can be to their continuing language development. And is there any research literature about this topic, this subject? Yes, there is quite a lot of research. Generally, the research has been done with children who were receiving photon therapy, mm-hmm. so the previous and kind of more damaging approach, and not with the newest radiation therapy approach. Yeah, and generally, it was also more of like a broader cognitive assessment and not a very detailed focus on language processing. All right, and you, am I correct? You're really focusing on the verbs, right? Yes, so verbs are a very big part of vocabulary development, and children who have language difficulties, then they tend to have more difficulties with verbs. So what we are going to do is to try to understand which aspects or which kinds of mechanisms of their learning of verbs are difficult. So, and is that like one of the, what are the novelties? I guess that's one of the novelties of this research. Yes, indeed. Right. That's one of the aspects that is novel, that we focus on verbs. Also that we look at the relation between this kind of vocabulary learning and brain damage, because this can tell us which regions of the brain are important for vocabulary learning. So how did you come up to this, well, I would say quite important research? How did that go? So it's a kind of large number of events, but essentially I always had an interest in learning. So I started working with people with brain damage who were adults with post-stroke aphasia, but also individuals with dementia. Mm-hmm. I focused on treatment, and I've also focused on rehabilitation aspects. And when I came back to Groningen, I heard about the Proton Therapy Center, and I thought they would be a very good partner to continue in this line of research, but with a focus on a different population. So they're a partner in the research. How are you going to conduct the research? How are you going to cooperate? We are working actually in a bigger partnership, also including the Princess Maxima Center in Utrecht, where children receive their surgery. But then when they come to Groningen, they have to receive proton therapy. So we assess them throughout a long interval, starting after surgery to after 2 years after surgery. And this involves then a collaboration with a neuropsychologist, with a radiation oncologist. So it's a big team project. Yeah. And how is that for you, working with so many different expertises and people? Yeah. Well, I like that. That's kind of, I started off as a speech therapist, so I used to work in a multidisciplinary team with clinicians, essentially. And then when I started doing research, I continued to do clinical research. So I like to keep a foot in the clinical work working with this kind of team. Yeah, cool. And it's a VIDI research project. Yes. What does that mean? Yes, so a VIDI research project is a kind of funding system that is available in the Dutch Research Council. It's a big grant, so it's a 800,000 euro grant, which allows me to hire two PhD students. It allows to hire some research assistants and to fund the expensive parts of the research, right? So we don't do all of these fancy neuroimaging scans, and those are quite expensive. But most importantly, so it means that we can actually conduct the project, right? So because it's a very big 5-year project. All right. And are there any results that you're like aiming for or hoping of? Well, really, I'm aiming that we can identify some critical aspects that we can say, okay, if we target this aspect of learning, we can cause a very positive impact on further language development, right? So this is an important aspect to consider. And so one of the goals is to like alter the therapy a bit so that you have less damage, or is that too easy? In terms of radiation therapy, yeah, that could be a consequence, right? So imagine we identify certain brain regions that are very critical for certain aspects of learning. Then we can consult with the radiation therapists and say, look, let's try to spare this region so that we avoid this kind of language problem. Whether or not that's possible, it's going to depend on medical aspects as well, right? Because patient survival comes first. So yeah.
So and afterwards, you're also looking for new ways to help the children, like in the classroom. Yes, indeed. So that's kind of like part of the cascade, right? So we start from the medical treatment, but then there are consequences, there are impairments that continue to happen throughout the children's development. And what we want is to be able to identify those. Once you know what's difficult for the child, mm-hmm. then a speech therapist could aim to target that in therapy. And how is this for you, this kind of research? How does it make you feel? Because in the end, you're going to help the children, I guess. Yeah, well, that's a huge motivation. So I'm a researcher, I'm a curious person, so curiosity is certainly a big motivator for me. Mm-hmm. But on top of that, knowing that there's an impact to the children in terms of their language development and to the clinicians who will feel more empowered to make decisions about treatment, I think those are aspects that make me feel that the research is even more worthwhile. Right. Yeah. I want to thank you very much. Thank you. Good luck with the research, and well, final question is like we have this total COVID situation. Is that not helping, I guess? Or can you start the research next year, this year? That makes it a challenge. But so it also actually made me have to be a bit more creative when designing the materials. Yeah. So we came up with these online assessments with engaging game-like animations for children. So I think COVID sort of made me and the team who's already started to consult on it kind of go to the next level mm-hmm. in development of the preparatory materials for the project. So yeah. So well, I want to wish you a very beautiful year, and I hope that COVID is going to be, well, less big than it is right now, and you can conduct your research. Hope so. Thank you very much. En ja, dat geldt natuurlijk ook voor jullie allemaal thuis. We hopen op een heel mooi jaar. We hopen dat de deuren hier snel weer open kunnen. Dat jullie weer aan het werk kunnen, onderzoek kunnen gaan doen, dat de studenten weer mogen komen. En hopelijk zien we elkaar hier volgend jaar in deze zaal met publiek. Voor nu wil ik graag proosten. Vanya, cheers. Cheers. En ook op iedereen thuis, proost. En bedankt voor het kijken en tot ziens. Praise someone.